Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Het is maandag 8 mei 2023, Lloyd Groenoot is mijn naam. En tot 9 uur ben ik uw gastheer via dus Radio SRS Suriname. Heet ik u allen welkom. Hopelijk hebt u een heel goed weekend gehad en bent u goed uitgerust om weer een wezenlijke bijdrage te leveren aan de opbouw van ons geliefd Suriname. En hopelijk lukt het een beetje met het water. Alleen echt bakken is dit. Dus niet zoals dus, we dat hebben gehad toen. Laten we hopen dus dat het best wel meevalt in uw buurt. We gaan diverse onderwerpen met u belichten vandaag. In het eerste deel verwacht ik hier de heer Erland Sleur van ProBios. Wat takatori fu asianide. U weet dus dat er een aantal Chinezen is verwijderd uit het gebied Brokopondo die daar bezig waren met cyanide. Als ik het goed heb, Anono Masra Sleur ik klagen. En heeft hij dus informatie dat er dus flink gewerkt wordt met dit gevaarlijke spul, cyanide. En in het tweede deel gaan we het hebben over de journalistiek. Hoe zit het met de persvrijheid in Suriname? Daarover gaan we vandaag praten. We verwachten hier Fish Mohani Thomas en Ivan Cairo. Nou, wat hebben we gehad? Nou, we hebben natuurlijk die persconferentie gehad van de regering samen met de vakbeweging, waarbij dus de overeenkomst is getekend voor dus die koopkrachtversterking. En daarbij zijn er dus ook enkele uitspraken gedaan. Vooral als het gaat om de actievoerders, de leerkrachten die dus protesteren. En die hebben aangegeven dat ze gewoon doorgaan met hun actie. Geen denken eraan om ermee te stoppen, zeggen ze. Er zou in het weekeind een gesprek zijn geweest. Men zou verder gaan kijken, ik dacht samen met de voorzitter van het parlement, om tot een vergelijk te komen. We moeten in feite nog... Ik heb geen nummer van die mevrouw Hoogdorp, maar we hadden wel een quote van haar. Toen er gevraagd werd of best met hetgeen er is overeengekomen voor dus de koopkrachtversterking. Of de leerkrachten dus nu wel gaan stoppen met het voeren van acties. Mevrouw Hoogdorp van Visa Stree. Ja, we gaan rustig door. We gaan door. We zijn niet tevreden. En we kunnen anyway niet naar het werk, want dat geld hebben we niet. Ja, dat was mevrouw Meredith Hoogdorp, heel korte reactie van haar. En ja, we hebben ook de minister van Bibis gehoord, minister Ramdin. Die heeft aangegeven dat de regering nagaat welke stappen er ondernomen zullen worden tegen dus, de stakende leerkrachten. De heer Ramdin. Om een proces van, in dit geval, onderwijs voor te laten gaan, dat het proces verstoord is geraakt. Sommigen noemen het zelf geterroriseerd zijn geworden. Dat is onacceptabel in onze gemeenschap. Wanneer leerlingen onderwijs willen genieten, wanneer leerkrachten onderwijs willen geven, dan kan het niet zo zijn dat de aantal die ontevreden zijn, moeten gaan dwingen om daarmee te stoppen. Dat past niet, dat is ook niet een stakingsmodel of een actiemodel. Nogmaals, de regering staat open voor alle soorten actie, in de zin van zolang het ordelijk is, vreedzaam en op een wijze die het doel bereikt. En dat is dus niet gebeurd. Wij zijn nog aan het beraden welke acties tegen die monden, tegen die personen ondernomen moeten worden binnen wet en regelgeving. Ik wil dat meegeven omdat we wel moeten beseffen dat we in een moeilijke situatie zijn. We verwachten van iedereen een stukje verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid is het beste uit te dragen wanneer we willen. Ja, dat was minister Albert Ramdin van Bibis. Ook BVL en als voorzitter mevrouw Reshma Mangere is aan het woord geweest. En ja, ze heeft dus in feite uitspraken aan haar adres gedaan door de stakende leerkrachten verworpen. En ze heeft aangegeven dat de leerkrachten alle recht hebben om te staken. En ze hebben ook de vrijheid om zich uit te schrijven van BVL en ALS en zich aan te sluiten bij een andere vakbond. Maar ze verwerpt dus diverse uitspraken aan haar adres gedaan. Staken.
de mensen die schreeuwen dat ze lid zijn van de organisatie, dat het geen leden zijn van de BVLNL. Ik praat over mijn organisatie. Het is makkelijk om aan de kantlijn te staan en kritiek te leveren. Wanneer je misnoegen wil uiten, is er een forum daarvoor. En misschien is het goed om te zeggen dat de grondwet de ruimte biedt dat een ieder lid mag worden van elke, dan praat ik over onderwijs, van elke vakorganisatie. En de BVL en de ALS is niet de enige vakorganisatie, er zijn 9 onderwijsbonden. Nou, de aanval op mij is gericht, dat zijn soms persoonlijke dingen, maar laat mij zeggen, de BVL en de ALS zitten niet nu. Ik zit al 23 jaar in de vakbeweging en we hebben ook gestaakt, maar het is altijd ordelijk geweest. En aan staken gaat er een proces vooraf. Uiteindelijk, als je iets wil, moet je met degene die het kan geven, met die gaan praten. Maar alleen maar op straat schreeuwen, gaat niet helpen. Als er een ruimte wordt geboden door een regering, we hebben ook maanden gestaakt, we hebben weken gestaakt, maanden gestaakt. En als de regering een ruimte biedt om te praten, dan moet je komen praten. Dus er is geen enkel arbeidsgeschil. Wanneer er een arbeidsgeschil is, dan is de eerste stap die je doet, je schrijft een brief naar de regering, naar de werkgever. Als daar geen gehoor aan wordt gegeven, dan ga je dat aan de president richten. Wanneer er geen gehoor wordt gegeven, zeg je, je gaat de actieparool uitzetten. En je grijpt niet altijd direct naar het uiterste middel op straat gaan. Het wordt meestal opgebouwd. Je gaat misschien met de leden praten, wat is een actieparool? Nou, wat we nu zien, mensen zijn op straat gegaan, leraar, en het is hun goed recht om te protesteren, om je misnoegen te uiten. En ik zeg, wanneer je iets wil, dan moet je aan tafel komen. Dan moeten we praten, maar je moet ook kijken, wat is wat de regering kan bieden? Het is geven en nemen, dat is onderhandelen. Het is mensen hun goed recht, het stakingsrecht is verankerd in wetgeving, behoudens de beperkingen van de wet. Dat is dat recht, zo is het genoemd. Laat mij u ter herinnering brengen dat het in geen 50 jaar geen enkel vakbondsleider gelukt is om de secundaire voorzieningen voor leraren te regelen. Precies 25 mei vorig jaar heb ik in een crisisperiode voor alle leraren, en dan mogen ze gaan kijken op hun SZF-kaart, wanneer ze bij de tandarts nu zitten en vrije tandheelkundige behandeling krijgen, dan zeggen ze niet, dankjewel mevrouw Mangere. Ik verwacht het ook niet van ze. Ze hebben hogere klassenligging. De permanente educatie was vorig jaar door de regering bevroren. Ik heb het gedaan gekregen dat alle leraren, 11.800 leraren vandaag, 7% van die permanente educatie mogen krijgen. En dat is eigenlijk een verkapte loonsverhoging. 7%. Ze hebben een afstandsonderwijs gehad. Dat heb ik afgedwongen van de regering. Ze hebben gehad de permanente educatie. Wat er is gebeurd, is dat ik de regering had gevraagd om het met TWK te betalen. Maar u begrijpt dat TWK ergens ophoudt. En dat is eigenlijk wat er is gebeurd deze maand. Die TWK is gaan ophouden. En dat heeft gemaakt dat mensen minder zijn gaan ontvangen. Maar het is niet zo dat mensen, dat de regering 2,5, want ik hoor ook dat mensen zeggen, ja, de regering heeft 2.500, maar ze hebben 1.000 gulden afgetrokken. Dat is absoluut niet zo. De 1.000 die ze hebben gehad was die TWK. En we hebben geprobeerd om die TWK verspreid te geven, zodat er niet te veel geld in omloop was. Dat is wat we allemaal gedaan hebben. Dus wanneer leerkrachten soms denken, we doen niks. We zijn hier op continue, zijn we bezig met de regering te onderhandelen. En we hebben altijd voorstellen, maar je moet ook kijken. Er is ook een gelijkheidsbeginsel. Wanneer je iets vraagt voor leerkrachten, dan komt het ook alle ambtenaren ten goede. Dus de regering heeft ook een hele grote hap hierin om dat uit te geven. Want als je leraren geeft, is straks nog een andere bond op de stoep. We hebben toen gezegd, laten wij in georganiseerd verband gaan kijken wat we kunnen doen om alle ambtenaren iets te geven. Iedereen voelt het. Ook wij weten dat ze voelen. Maar ook de leraren voelen het, en dat weet ik ook. En ik ga u zeggen, ik heb tot nu toe niet, althans, ik ken het ledenbestand van mijn organisatie, ik heb tot nu toe niet de klachten dat mensen zeggen van ik schrijf me uit. Ik heb vorig jaar in DNA een paar maanden geleden gepleit voor de belastingvrije grens. Ik had zelfs gevraagd voor 10.000. Er is door de regering 7.500 gegeven. Dat leraren nu ook gebruik kunnen maken van NOB-fonds die door de vorige regering was stopgezet. Dan mogen ze ook geld gaan lenen om verder te studeren. Dat zijn allemaal resultaten die ik neerzet. Wat ik heb verwezenlijkt.
Ja, en dat was mevrouw Mangre, Reshma Mangre van BVL Aals. Nou, dat was tijdens de persconferentie onlangs, waarbij dus die overeenkomst is getekend met de regering, hè, en de vakbonden over dus die koopkrachtversterking. Die wordt toegekend aan de ambtenaren en zoals men dat zegt, met de aan hen gelijkgestelden. Ik heet welkom heer Erlan Sleur van ProBios. Heer Sleur, good morning. Goedemorgen. Ja, gaat het luisteraars. Goed met u? Ja, gaat goed, maar persoonlijk wel, maar ja. Als ik kijk naar de situatie in ons land, ja, dan baart het me grote zorgen. Ja. We hebben een situatie gehad dat we onlangs een bericht naar buiten zou komen, waarbij werkzaamheden van Chinese gootdelvers, en men geeft aan die vermoedelijk met het zeer giftige cyanide aan het mijnen waren, rond het Stuwmeer in de omgeving van Stongeiland, per direct zijn stopgezet door de commissie Ordening Gootsector. Bent u verrast met dat bericht? Of dacht u van nou... Ik ben niet verrast. Mm-hmm. En ik heb twijfels als ik naar dit bericht luister. Mm-hmm. Dat OGS heeft opgetreden. Ze zullen wel hebben opgetreden. Maar op wat voor manier? Want ja, we hebben in 2020 hebben we dit zaakje al aan het licht gebracht. Er waren op diverse plekken al Chinezen met cyanide bezig. In concessies van anderen, laten we daar duidelijk over zijn. Vaak ook bekende mensen hier in Suriname. Nou, vaak veelal bekende mensen met grote concessies die dat toelaten. En toen is er ook door NIMO's en andere instanties duidelijk gemaakt dat dit inderdaad om cyanide gaat. Ja. Ze hebben het getest. En die sites zijn opgeruimd waar men met die cyanide bezig was. Maar wat je dan niet ziet hier vanuit de stad, is dat ze op andere plekken bezig doorgaan. Mm-hmm. Dus het is meer van voor het beeld, voor de beeldvorming naar de burger toe via de journalisten, wordt er een strategie opgezet om ze te ontruimen daar. Maar ondertussen worden ze verplaatst naar een andere plek. En ik kan heel veel namen voor je noemen, van Sarah Kreek, Nieuw Koffiekamp, Kwakoegrong, langs het Stuwmeer nu. Dat overduidelijk met cyanide wordt gewerkt. Ik heb de foto's. We hebben, en ik heb het bij de voormalige minister van Rom, de heer Tjonnehing, heb ik het al duidelijk gemaakt. Ik wilde het toen nog niet in de media plaatsen. Ik wilde de overheid, de regering, ruimte geven om het zelfs aan te pakken. En mij werd toen elke keer beloofd van hij gaat het met zijn collega's opnemen. Dus van onder andere natuurlijke hulpbronnen en noem maar op. Maar er is eigenlijk niks ondernomen. Ja. En dan heb ik het over een 8 maanden geleden. En ja, je zit je af te vragen van, ja, meneer Sleur, had je dan niet weer naar de media moeten gaan? Maar je wordt er op een gegeven moment moe van om er elke keer mee naar de media te gaan. En dan wordt er weer een soort poppenkast opgezet om die goudzoeker daar te ontruimen. Want het is overduidelijk dat er niet hard genoeg wordt opgetreden. Er wordt niet consequent opgetreden. En het lijkt eerder dus dat men belangen probeert te beschermen. Die zogenaamde blinde muren achter de schermen. Die daarin belangen hebben. En hoe komt het dat de grote vrachtwagens vol met cyanide naar het binnenland kunnen rijden? Maar even terug. Cyanide, wat voor middel is dat? Cyanide is eigenlijk de enigste stof die goud kan oplossen. Er zijn geen andere stoffen bekend die goud kunnen oplossen. Ja. Die Chinezen hebben een soort verpakking gemaakt waarop staat environmental friendly. Dat is een hele grote leugen. Die giftige stof cyanide, HCN, dus waterstofcyanide heb je normaal. Dat is waterstofgas, blauwzuurgas. En daarnaast heb je dus cyankali. Dat is natriumcyanide of kaliumcyanide. Mm-hmm. En dat zijn allemaal zeer giftige stoffen. Hoe giftig? Nou, we kennen allemaal die James Bond films van vroeger. Mm-hmm. Waarbij dus de spionnen een tabletje innamen als ze gepakt waren. Want ze mochten niet in handen van de vijand vallen. En daar kouden ze dus die tablet of een soort pil in hun mond kapot. En die cyanide kwam dan vrij in hun mond en 10 seconden, 20 seconden later waren ze dood. Ja. Dat is zo giftig. Hitler heeft het ook in de Tweede Wereldoorlog gebruikt.
dan gaat het om het blauwzuurgas ervan, dus ook een vorm van cyanide, waarbij hij dus de Joden en andere mensen heeft vergast. Giftiger dus, dan dit, dus in die... Ja, en we weten allemaal dat IAM Gold en Newmont allerlei zware veiligheidsprotocollen in werking stellen als cyanide wordt getransporteerd, opgeslagen en wordt gebruikt. Mm-hmm. Het gaat allemaal onder zware veiligheidsmaatregelen. Ja. En hier zien we dus dat het allemaal... Er zijn geen veiligheidsmaatregelen. Alles wordt gewoon open en bloot in trucks vervoerd. Zonder enige veiligheidsmaatregelen. Opslag is natuurlijk ergens in het bos. En de cyanide, dat overblijft, de afvalresten, die komen of in het grondwater terecht of in de kreken. En ons is daar oor al gekomen, dus dat er dode vissen in het gebied zijn aangetroffen. Dus a heel precio dide. Onze heel binnenland gaat kapot. En het is een heel serieus zaak. Cyanide is giftiger dan kwik? Cyanide is op een andere manier giftig. Kwik is chronisch giftig, dus op de lange termijn ga je dat merken. Ja. Cyanide is direct giftig. Dus ja, als het in het water komt, gaat al het dierlijk leven meteen dood. Nu moet ik wel begrijpen dat men stelt dus dat er niet met cyanide mag worden gewerkt. Ja, klopt. Dat is bijna 3 jaar geleden al vastgesteld in 2020. Mm-hmm. Alleen, we zien dus dat het gewoon geïmporteerd wordt. Het wordt gewoon verkocht. De Chinezen verkopen het als Finfin Goto. Omdat het echt alle restante goud in die erts kan oplossen. Dus ze werken met een systeem, ze noemen het heap leaching. Leaching betekent uitlogen. Dus ze maken een soort bassin. Mm-hmm. Net een soort pierenbadje. Een ondiep zwembad. Yeah. Dat graven ze uit in de grond. Dat gaan ze bekleden met plastic, een soort tapolien. Mm-hmm. En daar gaan ze dus die erts op zetten. Ondertussen hebben ze een afvoer naar beneden gemaakt, waar een soort vijvertje is, ook bekleed met plastic. En als ze die erts erop hebben gelegd, dan gaan ze dus die erts besprenkelen met die cyanide. Die cyanide gaat door die erts, het lost al het goud op wat in die erts zit. En dan via de zwaartekracht druppelt alles naar beneden toe in het vijvertje dat lager ligt. Dus alles via zwaartekracht. En als het eenmaal in het vijvertje is, die goudoplossing, die goudcyanide oplossing, dan wordt het via een chemisch proces weer teruggewonnen. En dan hebben ze dus dat goud. Dit is natuurlijk een heel erg... Dit is ontoelaatbaar. Schort er iets aan die controlemechanisme van ons? Het is niet alleen dat het iets aan schort. We zien duidelijk dus dat er belangen zijn. En dat er niet zwaar wordt opgetreden. Eigenlijk zouden al onze ministeries zich hiermee moeten bezighouden. En dan heb ik het niet alleen over het ministerie van NH, want die zijn verantwoordelijk voor de vergunning en voor de goud- en mijnbouwsector in ons land. Zij zouden toezicht moeten houden. Maar daarnaast hebben we dus het ministerie van ROM, die toezicht moet houden op ons milieu, op alle vlakken. Dus het is jammer dat we deze ministeries zo weinig horen, maar dan ook LVV. Ik bedoel, onze vissen, de visserij valt onder het ministerie van LVV. Ook zij zouden hun stem moeten laten horen. En dan zijn er nog heel veel andere ministeries, zoals het ministerie van regionale ontwikkeling, het ministerie van volksgezondheid. Want mensen worden vergiftigd, onze binnenland wordt vergiftigd. En we horen... Op dit vlak horen we geen van die ministeries. En ik vraag hierbij dus dat al deze ministers ook hun verantwoordelijkheid gaan nemen in deze zaak. Want ons binnenland wordt vergiftigd en een kapitaal, voedsel van de mens in het binnenland zal er straks niet meer zijn. Het is, de Fransen hebben al aan de Marowijnen verklaard dat de hele rivier daar gekild wordt. Dat het straks een dode rivier is. En dat geeft gewoon eigenlijk aan wat daar ook al gebeurt. Ook langs de Marowijnenrivier, in al die goudvelden, komt het cyanide ook in de rivier. Dus ja, naast het gevaarlijke kwik, wat al in die vissen gaat zitten, nu komt er ook nog cyanide bij, dat eigenlijk die vissen meteen eigenlijk dood. Ja. U bent al jarenlang bezig, heer Schuur, ja, helaas, om te vragen en zo. Krijgt u het gevoel dat men u niet serieus neemt en... Voelt u zich onroepende in de woestijn? Nou kijk, ik heb bij Stenage gewerkt. Daar heb ik de nodige problemen ondervonden. Mm-hmm. Waarbij mijn eigen collega's betrokken waren bij het ontvangen van goud. Van goudzoekers op Bronsberg.
Ik ben toen naar Nimos gegaan. Ontvangen waarvoor? Om hun mond dicht te houden en niet te praten? Om toegang te krijgen. Dus die goudzoekers die kregen toegang tot Bronsberg. En de beheerder en andere mensen die kregen wat toegestopt. En vaak ook de toenmalige directeur. Ik weet niet van hoe de situatie is. Waardoor ze de andere kant uitkijken. Juist. En ik kan u verhalen vertellen waarvan je rillingen zou krijgen als je echt fierie voor dit land hebt. Wanneer denkt u dat dit zal stoppen? Wanneer we uiteindelijk zullen zien dat geen of waarvoor u waarschuwt? Nou kijk, we hebben mensen hier aan de macht die ook met goudwinning bezig zijn. Mm-hmm. En het probleem wat wij met goud zien is dat het heeft een hoge wereldprijs nu. Tegen de $2,000 per troy ounce. Dat is 50.000-60.000 US dollars per kilogram goud. En daarnaast de armoede in ons land. Dat is ook een belangrijke factor die deze zaken stimuleert. Corruptie natuurlijk ook. Belangen. Dus er zijn zoveel factoren in ons land die ervoor zorgen dat dit eigenlijk in stand wordt gehouden. En ja, we zouden natuurlijk ook graag een regering willen zien die hierin een leiding neemt om die rommel in ons binnenland een keertje goed aan te pakken. Want in 2011 zijn ze met OGS begonnen. Maar ja, dat was allemaal een opzet om de belangen voor een bepaalde partij in ons land hier te dienen. Want goudvelden waar er goud werd gevonden, ik bedoel die binnenlandbewoners, die zijn ook inderdaad uiteindelijk op zoek gegaan naar goud. Die vonden hier en daar goud en die jongens werden verjaagd. OGS nam de plek in. Stukken gronden werden uitgegeven aan belangen of vrienden en familie in de partij. Dus nu zie je dat ons heel binnenland eigenlijk is uitgegeven aan bepaalde mensen binnen een politieke structuur. Maar nu moet ik wel horen van dat ook mensen in die sector zelf zeggen van ja, maar weet je hoe lang we ook al vragen om, kom ons voorlichten toch, zodat wij naar milieuvriendelijkere methoden kunnen gaan, maar dat daarover wordt ook al jaren gepraat, maar dat komt ook niet van de grond. Dat praten is eigenlijk een soort schijn. Mm-hmm. Dus, want er zijn heel veel mensen die zich zorgen maken, ook internationaal wordt Suriname natuurlijk erop geweest van hé, dit moet aangepakt worden. Ik weet zeker dus dat er heel veel ambassades en noem maar op, ambassadeurs achter de schermen eigenlijk de vinger aan de pols houden van wat er hier in Suriname gebeurt. Maar het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van ons eigen land, van onze eigen staat, van onze eigen regering, van onze eigen president, vicepresident, die ervoor moeten zorgen dus dat dit moet worden aangepakt. Ja, het is ik ben bang dat we echt een weg zijn ingeslagen die bijna niet meer terug te draaien valt. Hebt u het gevoel dat het voor wat de gezondheidszorg zelf betreft veel ernstiger moet zijn, zoals we misschien als idee hebben, omdat er bijvoorbeeld misschien geen cijfers zijn? Nou kijk, qua kweek is het al bekend. Er zijn genoeg rapporten gemaakt, 2018 en laatst in 2021 geloof ik, over zwangere vrouwen met kweek in hun lichaam. En die van 2020 was van de 5 dorpen, Poesegroenhoek, Nieuw-Jacob, Koendere, Kwakkoegrong en nog een paar plaatsen waar vrouwen en kinderen heel veel kwik in hun lichaam hebben. Dus dat is allemaal gemeten, dus dat is al vastgesteld. Maar helaas horen we dan ons ministerie van Volksgezondheid en andere ministeries zich daar geen zorgen over maken. En ondertussen wordt ons binnenland verder vernietigd. En die mensen in het binnenland raken gefrustreerd. En dat hebben we in Pikisaren natuurlijk ook weer kunnen zien. Het gaat natuurlijk niet alleen om die goudwinning, het gaat ook om die houtkap, het kapotrijden van de wegen en de grondenrechten die geschonden worden. Ik bedoel, bij wet kunnen we nog niet over grondenrechten praten, want niks is nog vastgelegd. Maar het is toch wel een schande dat ons land 2023 nog steeds de grondenrechten van de oorspronkelijke bewoners van dit land niet hebben geregeld. Mm. En dat is en dit heeft heel veel te maken met wat er nu gebeurt. Want als die mensen hun grondrechten hadden gehad, dan zou het waarschijnlijk misschien niet eens zo ver zijn gekomen. Nou, het zou wel gebeurd zijn, maar dan hadden de mensen natuurlijk een wettelijke basis om aan te tonen van hier is van ons, jullie mogen hier niet zijn. Ze zouden eventueel
corrupte ambtenaren of concessionarissen voor de rechter kunnen slepen. Maar dat kan nu niet. Dus die mensen zijn helemaal machteloos, want hun land wordt gewoon uitgegeven. En vaak is het al jaren ervoor uitgegeven, alvorens ze dat ontdekken. Dat is een systeem hier in ons land, dat die vergunningen, die concessies pas 4, 5, 6, 7 jaar later bekend worden gemaakt. Want men laat dat ding eerst sudderen, hè, en niemand weet dan dat die stukken land zijn uitgegeven. En de nieuwe ministers die dan zijn aangetreden, die zeggen van ja, maar hier kan ik niks tegen doen, want het is, anders hebben we straks weer een rechtszaak aan onze broek als staat. En uiteindelijk zien we ook dus dat het rechtssysteem hier eigenlijk, dat we daar twijfels aan moeten gaan. Ik wil de rechter, de PG, niet bespreken hier. Maar we zien vaak dus dat dit soort rechtszaken vaak in het voordeel van de concessionarissen worden beslist. Mm-hmm. Of van de grondeigenaren, althans wat je eigenaar kan noemen. Want het gaat vaak om domeingrond, het gaat om concessies. Dit zijn zaken die, het is geen eigendom. Die mensen hebben er bijna niks voor betaald. De staat zou daar gewoon dat terug moeten pakken. Zeker als het gaat om belangen van de nationale veiligheid, nationale gezondheid, nationale rechten van de mens. Ja. Tot slot, wat verwacht u van de regering als het gaat om die situatie met betrekking tot cyanide en kwik? Wat verwacht u concreet? Ik zou heel veel willen verwachten, maar gezien de situatie weet ik van ik zou mezelf voor de gek houden als ik zeg van dat er veel gaat gebeuren. Suriname heeft het Minamata-verdrag in 2018 geratificeerd. Mm-hmm. Dat betekent dus dat Suriname kwik zou moeten uitbannen, uitfaseren, zoals ze dat met een mooi woord zeggen. En we zien dus dat daar helemaal niks van terechtkomt. En nog erger, nu is cyanide er bovenop gekomen. En dus ik heb weinig verwachtingen, weinig hoop. Ik hoop alleen wat Isabatori, Deda moest vallen voor Sang Etienji. Dus waarschijnlijk moet dat eerst gebeuren. Maar zolang het mensen zijn in het binnenland, zolang het de inheemse zijn of die Marons, dan zal niemand zich hier in de stad zich druk om maken. Maar vragen milieuorganisaties zoals van u, milieuactivisten, om internationale aandacht voor deze ontwikkelingen? Absoluut, absoluut. Hoe wordt hierop gereageerd? Nou, je kan wel stellen van dat er wordt naar gekeken. Mm-hmm. En men bekijkt natuurlijk, want wij kunnen zaken aangeven. Mm-hmm. Maar wij hebben ministers die heel goed kunnen praten. Die heel goed een mooi beeld van Suriname kunnen weergeven. 93% bos, kijk zoveel bossen we hebben. En de mensen, er is bijna geen geweld in ons binnenland. Ondertussen worden daar mensen langzaam maar zeker vermoord. Ik noem het vermoorden, want dit is willens en wetens, dus dat er kwik wordt gebruikt. En dat mensen daar uiteindelijk ziek van worden. En dat ze of ze vroegtijdig dementeren, of kinderen die met afwijkingen worden geboren, of noem maar op. Maar uiteindelijk zie je dus dat ze ermee wegkomen. Ik ga naar de afronding, we gaan afsluiten, heer Sleur. Maar even hiermee, want ik zag een video waarin een jongeman maar het idee gaf van dat meneer Sleur overdrijf. Ja, maar dat ik met dringa's aan gewoon akkwik. Heeft hij het gedronken? Ja, ik heb hem het zien drinken. Ja. Hij verstaan, kom met dringa, niks nep salami. Kijk, kwik is niet, ik heb het al aangegeven, kwik is niet direct acuut giftig. Mm-hmm. Kwik, men zegt het ook wel, als je gewoon kwik naar binnen krijgt, dus via je maag-darm-systeem, mm-hmm, dan zal het je maag dat niet direct zo opnemen. Het gaat niet om die kwik in die vorm. Mm-hmm. Die kwik in die vorm, zoals die goudzoekers dat gebruiken, daarvan zijn de dampen gevaarlijk. Dus kwik is op verschillende manieren giftig. Het is niet zo van dat het niet giftig is als je niet drinkt, yeah, maar je gaat er niet meteen dood aan. Mm-hmm. Maar ik wil het wel, ik zou zeggen van, laat die meneer een schaaltje kwik pakken. Laat hij het openzetten in zijn slaapkamer. En dan wil ik zien wat er na 3, 4 dagen met hem gaat gebeuren. Want de 7e dag is hij dood. Zo giftig is kwik. Dus hij hoeft er niet eens te drinken. Hij moet dat schaaltje gewoon open in zijn kamer zetten. En dan wil ik zien wat hij daarna over 7 dagen nog te zeggen heeft. Dus er zijn allerlei zaken waarvan
die de giftigheid van kwik proberen, althans heel veel mensen die de giftigheid van kwik proberen te bagatelliseren, van het is niet zo ernstig, giftig of zo, maar de manier hoe giftig het is, en daar praat ik alleen over metalisch kwik. Dat kwik dat in de lucht vrijkomt, dat komt met de regens in onze bossen op de lichtzure bosbodem terecht. Mm-hmm. Die humuslaag, yeah. Waarvan rottende bladeren, daar zit een speciale bacterie in. Dat noemt men sulfaat reducerende bacteriën, mm-hmm. Met een mooi woord. En die bacteriën die hebben de mogelijkheid om metalisch kwik, dus dat uit de lucht met de regens gecondenseerd is, op de bosbodem valt. Dat wordt dan omgezet in het organisch kwik, methylkwik. Ja. En via die weg komt het uiteindelijk in de organismes terecht. Die kleine worpjes, kreeftjes en noem maar op. Die worden door vissen gegeten. Dat gaat zich opstapelen in de biomassa. Dus hoe hoger je in die voedselkringloop komt, die kleine visjes worden weer gegeten door grotere vissen. En uiteindelijk komt het bij die roofvissen terecht. Daar gaat het zich opstapelen. En als wij dus die Anjumara, die Piering, dus die roofvissen, dus die Tucanari, die Spikrikati gaan eten uiteindelijk, komt er langzaam maar zeker methylkwik in ons lichaam. En die wordt wel door de maag opgenomen. Omdat die kwik, het is organisch kwik geworden, methylkwik, CH3HG, dat mm-hmm. is de formule van methylkwik, dat molecuul heeft een soort sleutel gekregen door die organische groep, mm-hmm. waardoor het wel je maag-darmkanaal kan passeren. Mm-hmm. En dan gaat het zich langzaam opstapelen in je lichaam en bij een bepaalde concentratie ga jij op een gegeven moment ziekteverschijnselen vertonen. En dat kan een jaar duren. Dat mm-hmm. kan, als je heel veel vis eet, kan je dat binnen 2-3 jaar als die eerste ziekteverschijnselen krijgen. Op de lange termijn ga je 100% vroeger dementeren, waar je misschien nooit zou dementeren, want we kennen die mensen van vroeger. Ze werden oud, ze waren 80, 90 mm-hmm. en ze waren nog helder van geest. Nu zie je mensen in verzorgingshuizen van 50, 55 jaar die al aan het dementeren zijn. Mm-hmm. Mensen met, het lijkt op Parkinson, het lijkt op Alzheimer, waarbij een groot deel van de hersenen al is aangetast. En dat zijn kosten voor ons land. Want deze mensen kunnen niet meer werken. Ze moeten verzorgd worden. Straks zijn ze plantjes. Ze zullen misschien nog 70 jaar worden. Maar ze kunnen niks meer doen. Mm-hmm. En dat zijn dus de gevaren voor ons land. Ja. En dit zijn, behalve dus dat onze vissen vernietigd worden, gaat het ook een groot kostenplaatje voor ons land worden als mensen, zoveel mensen, en daar praat ik niet eens over die mensen die aan het dialyseren zijn. Ja. Want kwik kan ook meteen je nieren aantasten. Goed. Heel hartelijk dank, heer Sleur, voor uw bijdrage aan deze aflevering van de Koffiepraat. Graag gedaan. We zullen moeten blijven praten over deze materie. Zeer van belang. Zeker als het gaat om onze gezondheidszorg. We moeten niet alleen praten, we moeten het uiteindelijk ook doen. En ik roep de ministers, de verschillende ministers die ik net heb opgenoemd, roep ik op tot actie. Heel hartelijk dank, heer Sleur. Graag gedaan. Ja, dat was Erlan Sleur van ProBios. En we gaan meteen naar onze volgende gasten. Die zouden er al om 8:30 zijn. Fish Mohani Thomas en Ivan Cairo. En als ze er zijn, mogen die aanschuiven. Dan gaan wij het tweede deel van de Koffiepraat dan met hen besluiten vandaag. Maandag 8 mei. We zijn zo dadelijk bij u terug. Tot zo.
Ja, welkom terug bij de Koffiepraat, het tweede gedeelte op deze maandag. En ik heet welkom Fish Mohani Thomas van de Surinaamse Vereniging van Journalisten. Dat is de voorzitter. En de heer Ivan Cairo. Heer Cairo, Favi Ego. Wel, we mogen niet klagen. Ja. Dat gaat redelijk. En wat doet u volg op de achtergrond, de ontwikkelingen van SVJ? Of u participeert actief, Sanning? Nou, ik participeer actief. Mm-hmm. Ik ben zo'n beetje een van de adviseurs van het bestuur. Mm-hmm. Dus, van de Dwintangano? Ze zitten vlak naast je, dus... Ze doen het niet slecht. Laten we het daarop houden. Er is werk, dus... Mm-hmm. Er is altijd wat te doen. Mooi. 3 mei was de internationale dag van de persvrijheid, mevrouw Thomas. Bent u stilgestaan bij deze dag? Hebt u geëvalueerd? En tot welke conclusie bent u gekomen als het gaat om de persvrijheid in Suriname? Sowieso zijn we uitgekomen met een verklaring aan SVJ. Dat betekent we hebben wel geëvalueerd. We moeten wel zeggen dat onze positie niet zo geweldig vooruit is gegaan. Geef ons een beeld. De persvrijheid blijft onder druk. En laten we eerlijk zijn, dat wat 17 februari heeft plaatsgevonden, is niet goed voor de persvrijheid. Ja. We hebben situaties gehad waar journalisten bedreigd zijn geworden, geïntimideerd, apparatuur kapot gemaakt, gestolen. En zelf een collega's auto is in brand gestoken. Dus wanneer we praten over persvrijheid, moeten we dat wel niet vergeten. Ja. Heer Cairo, wanneer praten we over persvrijheid? Wat houdt dat in? Eigenlijk persvrijheid houdt in dat je als burger, want eigenlijk daar gaat het om. Persvrijheid is niet zozeer voor de journalist. Yeah. Persvrijheid is het recht van de burger om vrijelijk zijn mening te uiten en gebruik te maken van drukpers om zijn ideeën en noem maar op te lanceren. Dus wanneer er op dat stuk geen belemmeringen zijn van de overheid, toch? En ook van zeg maar kapitaalkrachtigen, het bedrijfsleven, om vrije werk te kunnen doen, informatie verzamelen en te verspreiden naar die samenleving, dan is er sprake van persvrijheid. Maar zolang er nog belemmeringen zijn, dan kunnen we zeggen dat onder druk is. Ja, nu hebt u zaken aangehaald, mevrouw Thomas, die zijn gebeurd 17 februari. Hoe denkt u dus dat daarin... Ja, sommige mensen zeggen, bepaalde dingen kan je bijvoorbeeld niet voorkomen. Maar hoe denkt u dus dat er verbetering hierin gebracht zou kunnen worden? Wat meer bewustwording. Als we kijken naar een paar jaren geleden, eigenlijk toen ik was gestart met de journalistiek. Ja. Mag ik wel zeggen dat er wat meer... Waarom zeggen respect was voor de media. En dat men wel wist waarvoor de media stond en waarvoor persvrijheid stond. Maar nu heb je ook met de komst van social media dat er een soort open goal war is voor tegen journalisten. Voor ieder klein ding worden journalisten aangevallen. Het lijkt alsof men niet weet waarvoor persvrijheid staat. En wat eigenlijk het werk is van de media. Terwijl zij daar zijn, daar is voor de samenleving om samenleving te informeren. Dus wat meer bewustwording over persvrijheid. Mensen moeten ook gaan weten waarvoor wij staan. En dat we eigenlijk geen vijand zijn van nog de regering, nog de samenleving. Dat wij gewoon daar zijn om het werk te doen. Kritisch te zijn naar de regering en naar alles waarover we schrijven. Persvrijheid... uiteindelijk, het is een wisselwerking van niet alleen de pers, de overheid, de samenleving. Dus alle facetten zijn belangrijk om eigenlijk daaraan te gaan werken. Ja, heer Cairo, die bewustwording, hoe denk je dus dat we daaraan nog meer zouden kunnen doen? Ik denk dat die bewustwording op school moet beginnen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld, ik neem dit steeds als voorbeeld. Yeah. Als je kijkt naar Amerika... Daar weet elke burger zijn First Amendment rights. Recht op persvrijheid en noem maar op. Elk kind dat je vraagt, die weet het te fluiten. Maar vraag je hier een middelschoolier wat het is, dan weten ze het niet, toch? Dus ik denk dat het bij het onderwijs moet beginnen. Desnoods op de basisschool. Dat mensen beginnen te leren wat persvrij is, wat het inhoudt. En het recht op vrije meningsuiting. Zodat het gaat leven. En het eigenlijk onderdeel wordt van je hele bewustzijn. Mm-hmm. Toch waardoor als dit soort dingen gebeuren, dat mensen een begrip hebben en weten waarvoor ze staan en waarvoor de journalist staat en de media. Ja, we hebben
bijvoorbeeld dat geval van Jason gehad, mevrouw Thomas. En ik weet dus dat bijvoorbeeld met de regering ook, want de regering heeft ook een verantwoordelijkheid. Wat is die verantwoordelijkheid die de regering heeft? De regering heeft natuurlijk de verantwoordelijkheid om optimale en transparante informatie te verstrekken aan de media. Mm-hmm. En we hebben in de case van Jason Pinas een uitspraak gehad waar de zaak is gewonnen en mannen zijn veroordeeld. Maar we moeten niet vergeten dat dat een donkere dag is geweest voor de journalistiek in Suriname. Omdat dat ook ons cijfer, internationaal persvrijheidscijfer, omlaag heeft gebracht. Mm-hmm. Toen waren we van 19 letterlijk naar 52 gegaan. Dit jaar hebben we maar wat 4 stappen vooruit gemaakt. Mm-hmm. Dat is niets. Dus transparantie, goede informatie naar de journalisten toe. Het is moeilijk om zelf documenten te krijgen. Al vraag je, je wordt letterlijk van een kastje naar de muur gestuurd. Weet je, vraag je heel simpel als SRA is er geweest. Wat kost het? Je bent afhankelijk van wat er tijdens een persconferentie wordt gezegd. En er wordt niet eens optimaal persconferenties gehouden. En vaak genoeg krijg je niet eens de ruimte om uitgebreid te vragen. Weet je, je vragen te stellen. Want voordat je weet moet de president weg. Voordat je weet moet de ministers weg. En je bent afhankelijk van wat ze daar jou zeggen. En je kan zeggen van ja, maar de pers kan toch aan informatie komen. Je bent afhankelijk van lek. Je bent afhankelijk van bronnen als ze het voor je doorsturen. Voor de rest hebben we geen toegang tot documenten om inzage te hebben in bepaalde zaken. Ja, heer Cairo, ik zou even gaat u gaan. Daarop willen gaat aanvullen. U gaan. Je hebt net aangehaald dat incident met Jason Pinas. Ja. En er is een onderzoek ingesteld door het Openbaar Ministerie. En er zou uitgebreid daarna nog verslag worden gedaan door de autoriteiten. Dus daarop kom ik. Dat is de dag van vandaag. Is het niet echt naar buiten gekomen wat dat onderzoek heeft opgeleverd, toch? En dan horen we plotseling een paar dagen geleden de president zeggen van de granaten die daar waren gelegd onder een auto komen uit dezelfde bron. Maar dat soort informatie is nooit eerder aan de samenleving gegeven, toch? Er zou een onderzoek komen, het is geweest. Wat is het resultaat? Niemand heeft ooit echt officieel verklaard namens de regering, namens de autoriteiten, wat het onderzoek heeft opgeleverd. En dat soort hiaten, die hinderen wel, ja. Want daarom heb ik die vraag gesteld van, er zijn toch afspraken gemaakt daarna met de regering? Er zijn duidelijk afspraken gemaakt en er zou gecommuniceerd worden over het resultaat van dat onderzoek. En dat is nooit gekomen. Ja. We hebben het wel opgevraagd hoor. Iedere keer dat we bij elkaar waren, vroegen van in welke fase bevinden onderzoek zich? Wanneer worden we op de hoogte gesteld ervan? Ja, het komt nog. Het komt nog. Maar helaas moeten we het zo horen dat het meer informatie van de handgranaat buiten is, maar wij weten niets daarvan. Mm-hmm. We horen vaak over dat van de wet, openbaarheid van bestuur, heer Cairo. Hoe zit het daar, want ik heb begrepen dus dat er vaak daarover gevraagd wordt van hoe zit het met die wet? Heb je inzage daarin? Nou, voor zover ik weet zijn er nu 2 voorstellen bij het parlement. Mm-hmm. Eén is ingediend, dacht ik, door assembleelid Ebu Jones, een initiatiefwet. Mm-hmm. En door de regering is ook een voorstel ingediend. Maar tot nu toe is het daarbij gebleven. Ik heb nog niet gemerkt of gehoord dat er al een commissie van rapporteurs is ingesteld of aangesteld die zich roept voor burger en dat het op de agenda komt binnenkort. En op een discussieavond van DA 91 had voorzitter Marinus B. gezegd dat tijdens zijn zittingsperiode het van de grond zal komen dat deze wet zijn beslag kreeg. Dus ik hoop dat het inderdaad gebeurt en in principe heeft hij nog zeggen en schrijven 2 jaren om het in orde te maken. Dus dan, ik hoop dat het in die 2 jaren ervan komt. Waarom is die wet onder andere zo van belang, onder andere voor de journalisten? Kijk, die wet is niet alleen voor journalisten. De wet openbaarheid van bestuur is voor de burger, voor de samenleving, om de regering accountable te houden voor wat ze doet. Dus elke burger mag een beroep doen op die wet om informatie van de overheid op te vragen. Toch? Natuurlijk, er zijn spelregels om welke wel en welke niet. Toch? En als je zo'n verzoek doet aan die regering, als die wet er is, en de regering weigert dat te doen, kan je naar de rechter. Okay. En de rechter dwingt de regering om die informatie prijs te geven. Dus deze wet is bedoeld om meer transparantie van het overheidsbestuur te bewerkstelligen. Duidelijk, zoals Fish Mohani heeft aangehaald, al die reizen,
wat die allemaal kosten? Ja, daarin aanvullen. Er is vanuit de SVJ gevraagd voor om haar in haar zienswijze te delen. Daarover dat heeft de SVJ ook gedaan. Mm-hmm. Leden als non-leden zijn bij elkaar gekomen, hebben gebrainstormd. Ze hebben de wet bekeken en ook hun feedback gegeven. Dus we kijken ook, we hopen dat onze aanbevelingen worden meegenomen, maar dat het niet gewoon was voor de vorm, de bijdrage van de SVJ. Want we zien dat hij gewoon een copy-paste model is van Nederland en dat het Surinaamse touch en de Surinaamse omgeving en situatie niet echt is meegenomen. Heer Cairo, als u kijkt dus naar de kwaliteit van de journalistiek vandaag aan de dag, tot welke conclusie komt u? Het kan altijd beter, toch? Ik zal niet zeggen dat het slecht is of super slecht. Mm-hmm. Er is altijd ruimte voor improvement. We zien een aantal jongeren zeg maar in het veld komen. En ik denk dat belangrijk is dat wil je een goede journalist worden, moet je je niet alleen verlaten op zeg maar als je een formele training hebt, maar je moet ook gewoon constant blijven bijscholen. En ook voor het geval je geen formele training hebt, is het een beetje putten uit de ervaring van de ouderen, door veel te praten met ouderen. En als je met iets zit wat het werk betreft, moet je je niet zeg maar te groot voelen of te klein voelen om iemand die al langer in het vak is te benaderen, die je wat pointers kan geven hoe je werk kan doen. En ik mag niet jokken, ik als een van de ouderen nog die het doet, regelmatig zijn er collega's die je vragen van hoe kan je zo'n aan de play, zo'n aan de play, hoe moet ik dat aanpakken, hoe kan ik het aanpakken? En dan geef je zo jou, vanuit jouw ervaring, geef je dan wat adviezen mee. En ik denk dat belangrijk is om elkaar te ondersteunen. Ja, hoe gaat het eraan toe? Is het zo dus dat iemand die gewoon vandaag een microfoon of een pen in handen krijgt, zich als journalistiek of journalist mag noemen? Iedereen mag dat. Het is een vrij beroep. In feite hoef je niet een opleiding te hebben, maar natuurlijk als je goed onderricht en onderbouwd wil zijn, dan doe je een studie. Ik heb nooit een formele studie gedaan, journalistiek. Toch? Er was een sollicitatie bij de West, ik heb erop gereageerd. En toen was het on-the-job training, de ouderen daar leerden je zo'n beetje. Je werd onder de vleugels genomen door de hoofdredacteur toen, of door de ex-hoofdredacteur. Weet je, die wees je de dingen hoe je het moest doen. En naarmate je ook verder vordert in het vak, ga je ook zelf bij je scholen, je gaat lezen en noem maar op. En dan kom je er wel. En ik denk dat er moet zijn bij iedereen die in het vak komt. Je moet openstaan voor alles. En je moet veel weten, veel lezen. Je moet van lezen houden. En je moet de dingen ook tot je nemen en in de praktijk brengen. Ja, dat zien we ook in de praktijk vandaag, want er zijn nu heel wat journalisten erbij. We zien de impact van social media, mevrouw Thomas. Hoe gaat u daarmee om? Social media is een blessing en een curse. Mm-hmm. Blessing omdat je meer mensen kan bereiken. Ja. Het is een platform om journalistiek te bedrijven. Maar tegelijkertijd een curse omdat er veel negatief nieuws, of laten we zeggen nep nieuws, daar terecht kan komen. Mm-hmm. Cairo zegt inderdaad, die training die hij heeft gehad, heb ik ook gehad. Ik kom van het Trant. Mm-hmm. Maar ik heb de transitie meegemaakt van de oude media naar de nieuwe media. We hebben nu te maken met waar er niet eens fysieke redacties meer zijn. Dus ja, je moet echt op het veld zijn van elkaar leren. Maar tegelijkertijd moeten we onze ogen niet sluiten voor de digitale media. Mm-hmm. Voor de nieuwe media. Ja. En hoe die eigenlijk tot stand komen, dat journalistiek bedrijven toch een beetje anders mee gepaard gaat. Dingen zoals live gaan. Weet je, er moet wel wat training meer daar zijn, maar we zien internationaal, wereldwijd, dat iedereen ook nu daarmee aan het struggelen is, leren van hoe ga je het best om met de nieuwe media en de best practices, technically speaking. En we zien, de basic is de basisjournalistiek. We hebben een code van Bordeaux, dus de basisprincipe blijven overeen wanneer het gaat om de traditionele media. Maar tegelijkertijd zeg ik dat we zoveel mogelijk social media moeten gaan gebruiken. Eigenlijk om de upper hand te hebben. Mm-hmm. Want dat is een beetje mijn kopje thee, mijn kopje koffie wanneer ik kom op social media.
Een onderzoek heeft toen ook uitgewezen dat wij eigenlijk heel actief daar moeten participeren in de vorm van qua mediahuizen ook daar zijn. Wanneer je ziet dat er fake news is van iets, pak het, ga het verifiëren, breng de juiste informatie. Het is nu geen one-way stream meer, het is een wisselwerking. Wanneer de mensen zeggen van ik wil meer hierover lezen, lees je comments, ga erop in. Je hebt een handen tekort, het is tegelijkertijd een blessing in de zin van qua tijd, de ruimte, je bespaart, je hoeft niet naar verre afstanden te gaan als er bijvoorbeeld al een live verslag mensen je meteen iets moet brengen van een boot die op een rivier in brand is en je hebt een paar vissers die daar een video hebben gemaakt. Je pakt het en je gaat verifiëren met de autoriteit, je hebt alvast een bericht. Dus dan weet je dat je niet laat bent. Ja. Met social media betekent dat jij ook je bent in competitie met je collega's, met collega mediahuizen. Want die is direct hard in de uitzending. Precies. En wie het eerste komt met het nieuws. Maar tegelijkertijd is belangrijk de juiste informatie, fact-checking. En iedere keer blijven kijken van check, check, double check. Mm-hmm. Want met snel nieuws betekent dat je heel snel kan blunderen. Klopt. Is dat van onderzoeksjournalistiek in Suriname nog een uitdaging, heer Cairo? Het is nog steeds een grote uitdaging, omdat onderzoeken van bepaalde zaken, dat vergt tijd, toch? En dat hebben we niet echt en de redacties zijn niet echt groot. Een heleboel de redacties zijn onderbezet, onderbemand en ook nog onderbetaald, om het maar zo te noemen. En ja, niet alle bedrijven hebben het geld. Of willen het geld zetten om een journalist zeg maar vrij te maken, 3 maanden lang om op een bepaald onderwerp te zitten. Want soms moet je echt graven en het duurt een tijdje voordat je bepaalde dingen echt in context kan brengen. En niet alle mediahuizen hebben een dergelijk groot budget dat ze dat soort zaken kunnen ondersteunen. Dus moeten we het vaak hebben van internationale organisaties die met wat grants kunnen ondersteunen daarin. Maar dat is nog niet echt... echt veel, om het maar zo te zeggen. Ja. Hoe zit het met de politieke beïnvloeding vandaag aan de dag? Op de journalistiek? Is het erger geworden dan voorheen? Want we weten dus dat er jaren terug het zwaar werd getimmerd op de show. Is dat er nog? Politieke beïnvloeding? Bedoel je beïnvloeding in welke zin? Dat journalisten beïnvloed worden om politiek te bedrijven? Ja. Of bedoel je misschien dat druk vanuit de politiek? Politiek, ja. Nou, ik denk dat dat spanningsveld is er altijd tussen media en politiek. De politiek gaat altijd proberen om wat voor hem, haar gunstig is, zoveel mogelijk in de ether te krijgen, toch? En soms hebben ze een zachte drang bij een bepaald medium dat misschien... afhankelijk is van zeg maar overheidsadvertenties, dan kan het gebeuren dat ze plotseling zeg maar even af vandaag adverteren we niet meer als ze vinden dat zo'n medium niet echt gunstig nieuws voor ze brengt, toch? Ja. Dus dat is een van de zeg maar wapens van de politiek om de media een beetje in hun kant, aan hun kant te krijgen of zo. Maar ik denk dat we in Suriname nog redelijk stevig in onze schoenen staan en de politiek toch wel een beetje op afstand kunnen houden wat dat betreft. Ja. Om daaraan aan te sluiten, het heeft ook te maken met jezelf als journalist. Mm-hmm. Daarom zeg ik het is goed om te leren van de ouderen, want die kunnen het ook een beetje drillen. Van stand your grounds, laat je niet meeslepen, laat je niet meeleiden, want we zien vaak nu dat men denkt dat zij kunnen bepalen voor jou wat jij in je bericht moet schrijven, of wat jij moet publiceren of uitzenden. Mm-hmm. En soms kan het een beetje intimiderend overkomen, dus dat is waar jij moet gaan wijzen, nee, dit is mijn product, dit is mijn journalistiek product, ik zal het brengen naar hoe ik denk dat het moet, volgens natuurlijk de feitelijkheden, en dat jij je niet laat om gebruiken als propagandamachine. Ja, u noemt dat heel goed. Propagandamachine. Tot slot, heer Cairo. Moet stel je vraag. Kunnen journalisten een dusdanige invloed hebben op het stemgedrag van een samenleving? Ik denk dat het mogelijk is dat journalisten
door de manier van hoe ze misschien zaken presenteren. Mm-hmm. Ik zeg maar wat hoor, ik geef een voorbeeld. Zeg maar meneer A is politicus en die doet bepaalde dingen. En dan kan het zo zijn dat de man zodanig populair is bij journalisten dat die hem overal volgen en in feite bijna alles van die man de ether inbrengen. Waardoor hij eigenlijk een voorsprong krijgt op andere kandidaten van andere partijen, zeg maar. Mm. Hij wordt bekender bij het publiek en vaak is het zo, hoe bekender, dat mensen geneigd zijn naar de kant van de populaire personen te hangen. En het zou kunnen dat een politicus populair is vanwege de media, omdat hij meer media aandacht krijgt. En zo ook de publieke opinie kan beïnvloeden, waardoor het publiek op zo iemand eerder gaat stemmen dan op een onbekende politicus, om het maar zo te noemen. Dus dat kan wel. Ja. Goed, mevrouw Thomas, nog wat hier aan toe te voegen tot besluit? Nee, sowieso. Ik bedoel, wij uiteindelijk bepaal jij ook de media-opinie. Mm-hmm. Want met de berichtgeving die jij brengt, weet je, in die end, wij zijn, wat in de media staat, dat ziet men als waar. En dat is ook zo, want men gaat ervan uit, je doet je werk naar eer en geweten, naar de juiste berichtgevingen. En wanneer je inderdaad over een bepaald iemand heel veel schrijft, gaat men denken van nou, die is wel een goede politicus. Oké. Goed, heel hartelijk dank mevrouw Fishmohani Thomas, de voorzitter van SVJ, en de heer Ivan Cairo, de adviseur. We gaan blijven praten over de journalistiek in Suriname. We gaan erover blijven discussiëren, zodat we komen waar we graag willen. Heel hartelijk dank. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Koffiepraat op deze maandag. En volgt u ook onze website, radiosrs.sr. Daar hebt u dus onze berichten en diverse audiomateriaal die we voor u hebben klaargelegd. Gaat u lezen, gaat u luisteren. En voor een nieuwe aflevering zijn we morgen terug. Tot dan, goeiedag.